18 jaar worden is voor veel jongeren een bijzonder moment. Want dan ben je eindelijk volwassen. En dat gaat vaak gepaard met een groot feest. Maar dat geldt niet voor jongeren die uit huis geplaatst zijn. Die staan er vanaf die dag helemaal alleen voor. Omdat de jeugdzorg voor hen wegvalt. Ja, je bent al sinds 2010 wilde ik zeggen. Maar sinds 2009 ambassadeur van stichting Het Vergeten Kind. Ja. Waarom is er dit jaar voor dit thema gekozen? Nou ja, omdat wij horen dat heel veel. We krijgen dat heel veel van jongeren te horen. En wij hebben een jongerenraad bij Het Vergeten Kind. Die hebben zichzelf de Unforgettables genoemd. En daar hoorden we vooral de verhalen van kinderen die zeiden... ik vind het superleuk om hierbij te mogen horen. En hier mag het ook nog langer doorlopen. Maar waar ik woon, daar moet ik straks uit. Als ik 18 word, sta ik misschien wel op straat. Waar kom ik terecht? En ik weet helemaal nog niet alles. En ik heb dus geen vangnet. Thuis, terug naar huis of mijn vader of mijn moeder zijn niet meer in beeld soms. Is voor hun geen optie. En ja, de ene is er op zijn 18e klaar voor, zij of haar, maar de andere helemaal niet. En als het dan zo'n stressmoment wordt, terwijl het inderdaad juist iets moois moet zijn, een leuk iets van ik word 18 en ik mag misschien wel mijn rijbewijs gaan halen of ik mag zoveel dingen meer. Maar het is alleen maar een stressmoment. Ja, dat kan natuurlijk niet waar zijn. En ik vind ook, wij zetten ons heel erg in om kinderen, met name kwetsbare kinderen, om die zo goed mogelijk te begeleiden. En op de dag dat ze 18 zijn, dan moeten we dan zeggen, ja, sorry, maar nu stopt het, want nu ben je geen kind meer. Ja. Heel veel kinderen zijn natuurlijk gewoon nog, heel veel jongeren zijn op hun 18 gewoon nog wel degelijk kind. Ja, ik zat van de week met Edino, dat is een van de jongens van Ruinerwold. Die zei, ik begon pas te puberen op mijn 18e. Door alles wat ik in mijn jeugd meegemaakt heb, liep ik met alles achter. Ja. Dus ik begon pas te puberen. Ik was helemaal nog niet volwassen op mijn 18e. En zelfs uit een veilig nest ben je nog niet helemaal af exact. Met 18. Wij hebben vier kinderen. Ik zie het verschil al in deze vier kinderen. Ja. De een was er hartstikke klaar voor en de ander helemaal nog niet. Die was pas op zijn 22e klaar voor. Ja. Wat zijn dan de problemen waar ze dan tegenaan lopen rond die nou, met name waar ze, de veilige plek waar ze wonen. Daar mogen ze vaak niet meer blijven. En ook de hulpverleners die ze al heel lang kennen. Wat voor hun juist hun enige soort eigen houvastje is. Die ze al heel lang kennen. Waar ze een enorme vertrouwensband mee opgebouwd hebben. Ja. Moet je voorstellen, zijn kinderen met de meest gruwelijke ervaringen in hun rugzakje. Die deel je ook niet zomaar met iedereen. En dan heb je een band eindelijk met iemand. Ja, en die moet jou dan loslaten omdat je 18 wordt. Ja, die harde grens van 18 jaar die heeft dus inderdaad grote gevolgen voor zowel kinderen, maar ook de zorgverleners. Als ik zelf kijk naar de afgelopen 2 jaar, heb ik 17 kinderen gehad die 18 werden. En daarvan heb ik met 11 nog steeds contact. Dus ik heb het idee dat daar wel heel veel behoefte aan is. Eigenlijk op het moment dat je tegen een kind zegt, we kunnen nog wel contact houden, dan betekent dat dat in je vrije tijd moet. Op het moment dat we die grens van 18 jaar eigenlijk niet meer zo strikt hanteren, dan hebben jongeren daar denk ik heel veel baat bij. Omdat soms trek je eigenlijk al jarenlang met een jongere op, heb je daar een band mee opgebouwd. En voor sommige jongeren is 18 worden een feest, maar niet voor iedereen. Zeker niet als je heel veel hulp nodig hebt. En als je dan ook nog afscheid moet nemen van degene die jarenlang bij jou is geweest en voor of met jouw beslissingen heeft gemaakt, dan kan dat nog eigenlijk een extra pijnpunt zijn. Ja, zij doet dat dus allemaal in haar vrije tijd. Hoe ongelooflijk lief. Maar dat wil ik ook nogmaals benadrukken. Het is bij ons ook nooit een aanval op de hulpverleners, want die doen alles wat ze kunnen. Alleen, zij offert nu haar vrije tijd dus op om nog met een heel veel jongeren contact te houden. Ja. Omdat zij zich zo, die kinderen, de jongeren zich zo vastklampen aan degene die ze kennen. En daar moet ruimte in zijn. Wij vinden gewoon, leeftijd mag niet bepalend zijn. Maar dus die leeftijdsgrens moet er eigenlijk vanaf. Dat zou de oplossing zijn. Dat zou de oplossing zijn. Want er zijn wel degelijk kinderen die heel blij zijn dat ze 18 worden. En eindelijk uit die woongroep weg mogen of waar ze zitten. En in sommige gemeenten is het ook wel heel goed geregeld en kun je dingen aanvragen. Maar in de meeste niet. En dat zeggen ook 91% van alle hulpverleners die wij ondervraagd hebben. Die zeggen allemaal, er is verlengde jeugdzorg mogelijk. Mm-hmm. Maar voordat je daar een keer aan toe komt, dat kost ons. Dat is een papierwerk van hier tot Tokio. Wat heel veel tijd kost, maar ook heel ingewikkeld is. Ja. En dan is het nog per gemeente bepaald of het toegewezen wordt of niet. En dat is gewoon een financiële kwestie. Ja. Erik Vrijsen, zou het politiek en financieel haalbaar zijn om die leeftijdsgrens eraf te halen? Zodat het landelijk geregeld is, dat er begeleiding is vanaf 18 jaar. Of eigenlijk verlengde jeugdzorg, zou ik het moeten noemen. Ja, dat is het. Nou, de jeugdzorg kan nu al met ongelofelijke tekorten. Daar is nog steeds niet de definitieve oplossing voor gevonden. En twee, kijk, dit is wel de overheid. Ergens moet je een grens stellen. Je kunt... natuurlijk, iedereen snapt... Je moet een soort overgangsregeling hebben. Dat is het. Maar je kunt ook niet mensen tot in...
tot op hun 40ste of zo jeugdhulp. Nee, maar daarom zeggen wij ook de grens van 23. Geef ze iets meer speling, geef ze iets meer ruimte. 5 jaar erbij. Bewezen is dat ze uiteindelijk anders 80% toch wel weer in het systeem terechtkomen. Maar is dan niet het gevaar dat ze op een 23ste weer met een vergelijkbaar probleem? Nou, ik denk dat je dan op een gegeven moment wel steeds meer gaat snappen. Dat zie ik aan mijn eigen kinderen alleen al. En wil je ook, dan ben je er ook aan toe om echt op eigen benen te gaan staan. Ja.